In eerste instantie natuurlijk het eerste half uur de officiële overhandiging van de locatiecaravan en de locatiezender. Waar we denk ik als medewerkers van de omroep bijzonder blij mee zijn, want dat ongekende mogelijkheden geeft. Maar daar komen we zo direct in het programma op terug. Ja, we geven straks het woord aan onze voorzitter hier Bart van der Dolder. Het is erg belangrijk dat er een aantal sponsors zijn die daarvoor geld beschikbaar gesteld hebben. Want zonder die sponsors zouden we dat niet kunnen doen. Ondanks berichten in de Meppelkrant dat Omroep Meppel een behoorlijk vermogen bezit, is dat toch eigenlijk niet zo. Het is zo dat Omroep Meppel nog steeds moet rondkomen van giften en gaven. En we zijn bijzonder blij dat er een aantal instellingen, instanties geweest zijn die zoveel vertrouwen in Omroep Meppel hebben, dat zij daarvoor een bedrag beschikbaar gesteld hebben. Ik wil ze toch even graag een keer noemen. De reportagezender, daar zijn giften voor binnengekomen van het Burgerweeshuis en de onderlinge Meppel Brandassurantievereniging. Die hebben het mogelijk gemaakt dat de reportagezender kon worden aangeschaft. En voor de caravan hebben wij giften mogen ontvangen van de DVM van de Rabobank, van het caravancentrum hier ter plaatse. En ik wil ook beslist niet onvermeld laten Jan Doosma, die onze caravan zo prachtig beschilderd heeft. Wij kunnen dat nu nog niet zien, omdat het geheel nu nog onder landbouwplastic zit. Maar ik zal uw geduld niet langer op de proef stellen. We zullen zo overgaan tot het onthullen van deze caravan. Ik wil alle sponsors heel hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van hun giften. Want nogmaals, zonder die giften zouden we niet zo ver gekomen zijn. Nou, dit lijkt er inderdaad bijzonder netjes. En een applausje waard voor zeker de mensen die ook van de omroep hier bijzonder druk mee zijn geweest. Want een locatiecaravan, locatiewagen, dat komt natuurlijk niet zomaar tot stand. Daar is enorm veel arbeid door verschillende vrijwilligers aan verricht. Zo'n caravan bekijken, ontwerp je dat allemaal zelf, Jan? Ja, dat doen we allemaal zelf. Dat betekent dus van veel voorbereiding, veel tekenwerk. En daarna moet het nog een keer geschilderd worden ook. En dat lijkt mij het grootste probleem. Nou, ik heb dus wel verschillende vakmensen ook in dienst die ook wel wat kunnen, hè. Dus wat dat betreft niet alleen bezig? Nee, we doen alles samen. Als ik zo'n caravan zie, je ziet daar zo'n logo van, een bijzonder mooi logo trouwens. Dat was een bestaand logo van de omroep? Nee, dat hebben we voor onze roepmappers speciaal ontworpen. Heb je zelf ook gedaan? Ja. Hoe ben je daarop gekomen? Want in die O staat in wezen een microfoon uitgebeeld, hè? Kan je het zelf een klein beetje beschrijven? Nou, die O, dus daarbinnen is die microfoon en daaromheen is een rode lijn. En met die rode lijn bedoel ik de draad mee, de zending, overal naartoe. We staan nu dus ook voor die microfoon te praten. Daarom staan die twee dubbele rode lijnen erop. En dan natuurlijk het logo van Meppel, hè? En daaromheen een aantal klavenbladen. Wat was jouw bedoeling daarvan? Nou, dat staat gewoon een beetje speels, omdat de klavenbladen komen ook voor in het wapen van Meppel. En dat was in wezen een klein beetje het idee van Jan. Wat mij opvalt, hij is niet bijzonder druk. Hij toont gewoon leuk, hè? Ja, maar hij moet niet druk zijn, maar als het te druk is, dan valt er ook minder op. Prima, Jan. Even bedankt voor de reactie. En nogmaals, het ziet er heel netjes uit. Graag gedaan. Graag gedaan. Ik wens jullie heel veel succes met de kerk. Dankjewel. De grote vraag is natuurlijk, wat gaan we exact doen met deze reportagewagen? Nou, de bedoeling is een heleboel zaken. We willen ons in de eerste plaats wat meer presenteren, niet vanuit de studio, maar vanaf locatie. En dat betekent dat je je moet verplaatsen met al je apparatuur en je spulletjes daar waar het gebeurt, wat dat dan ook is. En op basis daarvan hebben we gezocht en gevonden, gelukkig, een aantal revenuen. Een compleet ingerichte caravan reportagewagen. En het is een kwestie van het ding achter de auto hangen en naar de plek gaan en zorgen dat je spanning hebt en we kunnen een uitzending maken. Ik kan ervan overtuigd zijn, Hans, het team van Kijk op Meppel, die zal er dankbaar gebruik van maken. Welke programma's zijn er nog meer geschikt voor? Wij gaan onder andere een aantal kerkdiensten uitzenden. We hebben wat overeenkomsten met een aantal kerkgenootschappen. En we gaan één keer in de twee weken met een cyclus van 14 dagen dus kerkdiensten uitzenden. En die worden waarschijnlijk opgenomen en op een later tijdstip weer uitgezonden. Daarover zijn we het voor de nieuwe winterprogrammering nog niet eens met elkaar. En uiteraard Sportlokaal zal daar ongetwijfeld veel gebruik van gaan maken.
Wat voetbalwedstrijden denk ik, maar we kunnen in de toekomst ook, als we dat willen, bijvoorbeeld een cross meenemen ergens op de hei, want we zijn in de toekomst zeker helemaal zelfsupporting en zelfs niet meer afhankelijk van het stopcontact 220 volt, hoop ik. En hoe ver is het bereik ongeveer vanaf Meppel? De leverancier van de reportagezender geeft op een straal van een kilometer of 15. Maar veiligheidshalve zeggen wij, we houden het bij een kilometer of 10. Dus een cirkeltje van een kilometer of 10 om Meppel en...